Dus hier hebben we onze kokkie, die heeft ongeveer 5 à 6 minuten in een voorverwarmde oven gestaan van 180 graden. Altijd hete lucht oven gebruiken en gewoon voelen dat het warm is. Alles is gegaard, dus je moet je geen zorgen over maken over de baktijd, maar gewoon zien dat het warm is voor u en uw gast of uw gasten. En dan plaatsen we die eigenlijk gewoon in een bord, het liefst een diep bord, zodat de schelp kan vallen, zonder dat hem gaat schuiven op een platbord zou hem gaan schuiven. Je kan ook een beetje zout eronder leggen voor hem in vast te zetten. En hier hebben we onze aardpeercrème. Die mag je gewoon een paar dotjes zetten, waar je wilt en hoeveel je wilt voor de twee. Dus gewoon om het een beetje smeuiger te maken. En dan hebben we als laatste onze aardpeerchips. Die steek je ook gewoon een beetje overal voor de crispy. Nou, voor een beetje kokant te hebben bij je koekje, dat is altijd leuk. Voilà, dat is het voorgerecht. Alsjeblieft, smakelijk.